Twente bij winst kampioen. Bij een gelijkspel boven Ajax op de laatste speelronde. En bij winst van Ajax staat Ajax bovenaan. Op het moment dat de laatste speelronde gespeeld gaat worden. Strakke bal. Slimme variant. En de eerste serieuze dreiging daar. Van Domslaa heeft hem net op tijd. Goed, rustig ingespeeld. Eerste keer dat Twente de rust kan vinden in de opbouw. Is dat meteen een vrij behoorlijke aanval. Everaerts geeft voor. Achter Kalma, Noordam, niet heel overtuigend. En het schot vliegt op de paal. Daar is het zomaar 0-1 bijna. Eerste keer dat Twente er echt goed uitkomt, komen ze er ook echt goed uit. Tja, echt goed gespeeld vanaf die rechterflank met Everaerts die bal levert. En uiteindelijk is het Renate Jansen met een bekeken schot. Hij kan bij de eerste palen worden weggehaald. En dan kan Ajax zelfs counteren. Maar dat is, als ze heel snel zijn, zelfs 4 tegen 3. Grant in 1 tegen 1 situatie met Van Ginkel. Grant. Schot. Oh, de redding is niet goed. En dus is het 1-0. 1-0 voor Ajax. De fout van Domselaar. Hoekstra scoort. En Ajax leidt. Oeh, slechte bal. Zo ingeleverd. Jansen. De Hond. Het schot van De Hond. Van richting veranderd. Stekend gespeeld door Twente dit. Everaerts heeft de bal onder controle. Wordt dan neergelegd door Weerde. Maar je merkt dat Twente wel wat meer rust vindt aan de bal nu. Ja, zeker. Meer rust. Wat beter in de passing, waardoor je ook dit soort momenten kan creëren. 4 speelsters in de muur van Ajax. Jansen en kop. Jansen, Kalma. En dat is niks. En Kalma schiet dan. Bijna. Eerste kans voor Giezen. Daarna een schietkans voor Kalma. Het wordt minder van Ajax en beter van Twente. Lijkt mij een overtreding. Ja. Lekker bal dit. Een geweldige vrije trap. En die moet er dan eigenlijk in worden gelopen. Giezen kan daarbij, krijgt de kans en scoort niet. Kop weer goed. De Hond klaarleggen, dan had hij eigenlijk naar Jansen gemoeten. Bal is goed, Kalma kopt en weer is kop daar. En in de rebound iemand die uit kan halen, maar dat is vrij hoog van Everaerts. Renate Jansen. Hoor hem tegenover er. Die is ze kwijt. Jansen. Oh, raakt ook alweer de lat. Aan de bovenkant van de lat dit keer. Maar toch. Zij raakt in de eerste helft de paal. Dat is dus nu 3 keer het aluminium voor Twente. Voorlopig is Leuchter hier. Hij heeft Leuchter de kans, maar krijgt ze hem er net niet in. Oeh, bal terug van Olieslagers is niet goed. Leuchter. Leuchter en de redding. Noordam komt goed voor De Hond. En die bal valt met een klein beetje mazzel, precies voor Grant. Ajax kan het hier beslissen. Leuchter doet dat niet. Twente speelt alles of niets en is hard op weg naar niets in deze wedstrijd. En is Ajax de winnaar en de nieuwe koploper in de Azerion Vrouwen Eredivisie.